Een van de films die hier draait is Candyman 2. Wat is het verhaaltje? Nou, het is een vervolg op Candyman uiteraard. Over een soort van moordenaar die een soort geest die ze nu dan materialiseert en mensen vermoordt. Het zal weer eens niet. Dit is een, in dit verhaal krijg je iets meer achtergrond over het ontstaan van die legendarische Candyman. En ja, het speelt zich af tegen het decor van het Mardi Gras in New Orleans. Help out there? No, everything is fine, Annie. Paul? Huh? Ontwikkelt zich het horrorgenre? Wordt de film steeds beter, steeds harder? Komt er meer humor? Wat gebeurt er? Ja, je ziet een soort golfbeweging. Hè? Ik denk dat het hele genre nu al een beetje in de lift zit. Omdat er recentelijk een paar hele grote Hollywoodfilms in het horrorgenre gemaakt zijn. En het leidt dan automatisch tot een hele hoop creativiteit. Bij Silence of the Lambs bijvoorbeeld. Ja, en daarna Interview with the Vampire, Bram Stoker's Dracula, Frankenstein. Maar dat leidt automatisch tot een opleving van producties in het onafhankelijke circuit. En daar denk ik, daar moet je dan weer vernieuwing van verwachten. Ik merk dat men zijn buik vol heeft van de Freddy Kruegers en die seriemoordenaars. Ik merk ook dat de special effects hun langste tijd misschien wel gehad hebben en dat er behoefte bestaat aan horrorfilms met een goed verhaal. En ik juich dat van harte toe. Dus ik hoop dat er in de toekomst meer originele horrorfilms met een sterk verhaal zullen komen in plaats van over de top bloederige effecten.
Als u deze horrormanifestatie had willen bijwonen, maar om duistere reden verhinderd was, kunt u de schade inhalen. Want op 19 en 20 mei wordt dit spektakel in Maastricht nog eens dunnetjes overgedaan. Trouwens, de film Demon Night is niet alleen tijdens deze griezelnachten te zien, maar draait vanaf nu ook in 2 bioscopen. Tot slot tonen we u een meesterwerkje van Tex Avery, waaruit blijkt dat niet de leeuw, maar de muis de koning der dieren is. Tot volgende week. Boe. Boe.